snelheid van het geluid van de bron tot in mijn hersenen is tegen de 1200 km per uur. Maar wat doet dat ertoe? Wat doet mijn kennis ertoe? Kennis, weten, leren, kennen. Weten, nog meer weten, nog meer eten, nog meer vergeten. Eten, vergeten. Internet, internet, eten, eten, eten. Ware kennis bereik je niet door iedere dag iets bij te leren. Ware kennis verga je door iedere dag iets los te laten. Loslaten. Leven. Loslaten. Mijn eerste ontmoeting met Alice was telefonisch. Ik zat in een productie van Ivo van der Hoven. A Touch of the Poet. Een druppel dichters bloed. En die productie ging niet door in Eindhoven. Dus ik kwam vrij en toen belde zij op en zei, wil je bij mij komen spelen? En ja, het was zo'n brok energie dat ik dacht, ja, dat ga ik doen. En dat heeft mijn leven echt veranderd. Het was suiker, kot, meteen een hit. Heerlijke voorstelling om te spelen, op mijn lijf geschreven, met Roef Ragas. De mooiste voorstelling die ik ooit met Alice heb gemaakt. Dat kan ik niet zo 1, 2, 3 beantwoorden. Wat door mijn hoofd schiet is het hele oeuvre. Maar dat is ook weer zo'n cliché gelul. Caveman vond ik erg mooi. Slaaf was heel persoonlijk. Kot, suiker was het begin en was meteen baf. Knallen. Othello had de mooiste kunnen worden, was het niet vroegtijdig gestopt, de voorstelling. Maar het had de mooiste voorstelling kunnen worden. Die was heel apart. Papa. Mama, ik heb het gedaan. Ik beken. Ik ben schuldig. Ik heb gevochten. Ik heb met mijn leven gevochten. Gevochten tegen alles wat ik haat. Nu. Slaaf is tot stand gekomen. Ook heeft Alice een hele behoorlijke vinger in de pap gehad. Die drukt dat dan door. Net zo goed als ze heel erg door heeft gedrukt dat ik af ging kicken. Iets waarmee je zit en waarmee je heel lang zit en wel wat aan wil doen. Maar er ook niks aan wil doen, omdat dat hoort bij die ziekte. En dan heb je iemand nodig buiten je directe partner, want die staat er dan te dicht op. Maar dan heb je iemand nodig die je helemaal vertrouwt en die zegt, nou is het afgelopen, nou... En die zet heeft zij gegeven. Dan zei ik, nee, volgend jaar, hè, dan gaan we plannen, wat jij zegt. Nee, nu. En dat kon alleen zij maar forceren. Maar zij heeft ze ook geforceerd dat de voorstelling daarover moest gaan. En dat heb ik samen met Oscar, met haar, met Herman. En dat is dan een team geworden. Maar dan vindt zij dat ik daarover moet vertellen. En je kan er op 100 manieren over vertellen. En dat deze manier is geworden, wat een hele bom, zo'n bal, zo'n bom. Want je kan er veel lichter, veel leuker, veel luchtiger ook over vertellen. Veel anekdotischer over vertellen, maar dat is het allemaal niet geworden. En het is een heel document over verslaving en verlichting en de helle tocht op zoek naar licht. In kranten, vreedheden in Oostenrijk, in België, in Harderwijk. Er waren aardverschuivingen, tsunamis, kerncentrales, terreuraanslagen, vulkaanuitbarstingen. Oorlogen, crisis. Iedereen wil bij het RO werken. Waarom? Ja, het RO is anders.
En alle gelul over de Oom Wanja en dit wordt weer gespeeld en dat wordt weer gespeeld. Hier bedrogen gebeuren altijd gekke dingen en worden gekke producties die ik altijd interessant vind als ze opgezet worden. En dan kunnen ze mislukken of lukken. Nieuwe schrijvers, noem maar op. Dat ding wat zij neergezet hebben vind ik van ongelooflijk veel waarde en ongelooflijk ondergewaardeerd. Wat er hier neergezet is, dat heeft ze voor elkaar gekregen. En zo moeten we dat afsluiten, zo moeten we dat zien. En wat het RO, ik hoop dat het RO rattentheater blijft in de zin van, wij doen hier andere dingen, snap je? En natuurlijk moet je verder, moet er iemand nieuws komen. Maar ik hoop dat hij wars theater durft te maken. Want die naam moet het RO blijven houden. We zijn Rotterdam. We zijn een andere kleur dan al het andere. En we doen het op een andere manier. Wij kijken op een andere manier tegen dingen aan. Dat is heel erg goed neergezet door Alize, door de soort mensen die hier werken. En dat moet verder ontwikkeld worden. En dat moet uitgebouwd worden. En er moet een nieuwe manier in. Maar dat moeten we vooral niet wegflikkeren. Want dat zou zonde zijn. Ik. Sla